Bij de caravanstalling in Gronsveld staan dromen geparkeerd. Grote en kleine. Dit vuurrode monster gaat geen wortels schieten. Het is klaar voor de start. De oude brandweerwagen maakt nog één keer een rondje om de kerk. Dan het ruime sop. Aan boord Mark Lots, zijn vrouw Els en hond Bix. Dit is niet het verhaal van de wielrenner die eigenlijk brandweerman wilde worden. Nee, dat is niet het verhaal van de brandweerman, nee. Dat is van de wielrenner die zijn plekje niet vindt en die gewoon weer tussenuit wil gaan. Helemaal Afrika rond tot in Zuid-Afrika en dan via de oostkust terug naar boven. Dat zou kunnen. En dan kunnen we misschien vanuit Somalië of vanuit Tanzania de boot nemen richting India of zo. De koers staat niet vast, is niet uitgestippeld. De wijde wereld in, dat is het wel zo'n beetje. Het plan is geen plan. Ja, we zien het wel. Er is een vertrekdatum, maar geen einddatum. Dus. Wie is eigenlijk de kapitein aan boord? De woning in Maastricht verhuren ze voor onbepaalde tijd. Dan komt er toch nog wat geld binnen tijdens de reis. Rijk is hij niet geworden van het wielrennen. De laatste jaren werkte Mark Lots als wiskundeleraar. De luxe is relatief. We gaan hem nog een beetje schoonmaken eerst. Helemaal uitmesten, alles eruit. Schoonmaken en alles er weer in. En ja, komen overal gordijntjes. De bedoeling is dat we de ultieme vrijheid tegemoet gaan. Dus als wij morgen ons plan weer moeten wijzigen, dan doen we dat. Het kan zijn dat we... Tot een half jaar wegblijven, 3 maanden en misschien ook wel een jaar of misschien nog wel langer. En misschien komen we wel niet meer terug. Een race zonder finish, een tocht zonder eindstreep, een beproeving. Ook voor familie en vrienden. Vaarwel.